Besturingssystemen ontwikkelen voor het midden- en kleinbedrijf is complex en vereist hoogwaardige software skills. Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een software toolbox ontwikkeld, waarmee betaalbare besturing van complexe computersystemen mogelijk is. Hiermee wordt de brug gelegd naar het MKB. Bovendien krijgen studenten de nieuwste kennis mee. Met dit project Fast & Curious heeft Han Automotive de RAAK Award 2015 gewonnen. Wat is Fast & Curious in de praktijk? Stel je studeert elektrotechniek of autotechniek aan de Han. Of je hebt een bedrijf in de robotica of automotive branche en je doet aan productontwikkeling. Je wilt bijvoorbeeld een stuurrobot ontwikkelen die je in kan bouwen in een willekeurige auto. Om een prototype van het zelfrijdend voertuig te maken en deze te kunnen testen, moet je software ontwikkelen. Je weet wel iets van besturingssystemen, maar hebt niet de kennis in huis van een programmeur. Fast & Curious lost dat probleem op. Han Automotive heeft een toolbox ontwikkeld waarmee studenten en MKB'ers zelf hun eigen software kunnen programmeren. De basis is de Han Coder. Programmeren gebeurt niet meer aan de hand van allerlei ingewikkelde codes, maar met een softwareprogramma. Dat werkt met duidelijke blokjes. Visueel en begrijpelijk bouw je je eigen besturingssysteem. Wanneer dit model-based design klaar is, wordt het heel eenvoudig via automatische codegeneratie in een microcontroller geïmplementeerd. Dan kan het testen van het prototype van de stuurrobot beginnen. Dit noemen we Rapid Control Prototyping. Hiervoor is de Han Tune ontwikkeld. Een soort real-time dashboard dat testen en tunen inzichtelijk en eenvoudig maakt. Dankzij de toolbox kunnen studenten en MKB'ers eenvoudig zelf allerlei prototypes ontwikkelen en innovaties sneller en goedkoper doorvoeren. Een van de ondernemers die zich met productinnovatie bezighoudt is Huip Hupkens. Hij ontwikkelt auto's die op waterstof rijden. Met de software toolbox kan hij de prestaties van brandstofcellen testen. Het project Fast & Curious heeft mij gebracht dat ik de brandstofcelsystemen kan ontwikkelen zoals ze er nu zijn. Dus voor deze bus, waar dus twee systemen van 30 kW in zitten, daar kan ik de besturing van zien, van beïnvloeden. Ik ben geen programmeur, ik ben systeemman en ik snap nu toch hoe het programma werkt. En ik kan alle parameters uitlezen, ik kan alles beïnvloeden en ik kan ze loggen. En dat is van wezenlijk belang voor de doorontwikkeling van mijn systemen. En zo rijdt, mede dankzij de samenwerking tussen de Han en het bedrijfsleven, in de regio Arnhem-Apeldoorn de eerste bus op waterstof. Schoon, stil en zuinig. Inmiddels heeft Han Automotive meer dan 20 commerciële partners die met de toolbox werken. En via een online community kunnen ze kennis met elkaar delen. Dankzij Fast & Curious is het programmeren van besturingssystemen nu eenvoudiger, minder foutgevoelig, sneller en goedkoper.